Papa, je moet opstaan. Papa, je moet opstaan. Jij hebt première vandaag. Goedemorgen. Er zijn een hoop dingen die op een dag als vandaag mis kunnen gaan. En een van die dingen is dat het plakkertje wat ik hier opplak losraakt. Door me 's ochtends al te scheren. Dan heeft hij meer kans om te blijven zitten. Tadaa. Het is vandaag 18 november 2017 en dat betekent dat vandaag de première is van onze voorstelling Hotel. Het begint al een beetje te kriebelen. Ah! De voorstellingen die we met Op Sterk Water spelen zijn op het openingslied na compleet geïmproviseerd. Dat betekent dat we geen idee hebben waar het heen gaat en dat we continu duizenden ideeën moeten hebben over mogelijke opties waar het verhaal naartoe zou kunnen gaan. Tegelijkertijd hoeft er maar iets te gebeuren waardoor je al die ideeën die je net had weer compleet weg moet gooien. En als voorbereiding daarop is het strand van Scheveningen natuurlijk perfect om even helemaal niks te denken. Ik ben aangekomen in het theater, dus het wordt tijd op zoek te gaan naar de artiestenfoyer. Tadaa! Onze kleedkamer. Maarten, jouw eerste première met Op Sterk Water. Ja, best wel spannend, ja. Maar heel leuk. Wat ben je aan het doen om het voor te bereiden? Een beetje liedjes aan het checken, een beetje inspirerend. Somewhere Over the Rainbow. Ja. Oeh, klinkt allemaal goed. En dan komen we hier de zaal binnen. Tim, voel je? Prima. Ja? Ja. Spannend, heb je goed serieus geslapen? Ik heb me in dagen niet zo goed gevoeld. Oh. Dus het zal iets. Er zal iets fout gaan. Ach, gewoon nee. Hey, wat hebben we hier? Wat is dit? Spoiler alert! Dit is de bel die alles magisch kan veranderen. De hele wereld. Ja, die daar. Hey, is Daniel. Hey, Daan. Oh, tegen wie hebben we het? Hallo. Hi. Dag mensen. Heb je goed geslapen? Voor zover dat gaat met een jonge vrucht. Ja, daar wilden we het even over hebben. Want mijn jonge vrucht. Jouw jonge vrucht. Nou, ze is 18 en... Nee. Mijn kind. Jouw kind. Dat heel handig tijdens de maakweek geboren moest worden. Als je er zeg maar aan begint, moet je daar over nadenken. Maar ja, op zo'n moment ben je daar nog niet mee bezig, hè? Nee, want waar denk je dan mee? Met je onderkant. Precies. Nee, niet eens. Waarom moeten we het hier over hebben? Ik weet ook niet. Nou, ik wil even zeggen, dit maakproces was niet het makkelijkste maakproces. Hè? Want, ja, het was gewoon een beetje onhandig. Ik vond het best wel soepel gaan. Ik heb het niet over dat maakproces. Niet van jouw kind, maar van de voorstelling. Nee, de bevalling. Weet je. Ja, nee, ook niet. Ik wil even over de bevalling. Nou, tot hier. Daarbovenin wordt ervoor gezorgd dat een van de belangrijkste delen van de voorstelling qua uiterlijk, qua visuals geregeld wordt. Als de beamer niet goed hangt, dan kunnen we dit plaatje niet mooier maken. Het regent buiten, dat is natuurlijk wel jammer. Oh, kijk eens hoe gezellig het hier binnen is. In mei komen we terug voor het Songfestival. Hoe gaat het dan? Nog omstandigheden ook gewoon goed. Gewoon, ja, relax, half uur voor aanvang. Ik ga even douchen. Heel goed. Madeleine, wat ben jij nog aan het doen? Een embleempje lekker aan het op jouw jasje aan het maken. Een embleempje op mijn jasje? Ja, het is echt super. Oeh, dankjewel. Wilde je dat wel? Nou, jij hebt niet. En zo kennen we Madeleine. Ja. Oh. We're back. Hier is de minibar. Ja, het première, dan horen toi toi toi. Zie wat je denkt. Nog meer. Nog 5 minuten, de zaal is open. Het gaat goed, volgens mij. Het is spannend. Nog 5 minuten, hoe gaat het? Heel goed. Gaat het goed komen? Denk ik. Dank je voor het. Maar het gaat zeker goed komen. Aan jullie moet het niet liggen. Nee, laat die jongen met rust. Nee, ik heb het laten meezetten. Ja. Oh.
Thank you.